Dan de internationale politiecampagne die vandaag gelanceerd is in Nederland, België en Duitsland. Met de naam Identify Me. In die drie landen liggen in totaal 22 naamloze meisjes en vrouwen begraven. Waarschijnlijk zijn ze allemaal het slachtoffer van een misdrijf, vermoord dus. Nou, het wrange is dat we niet weten wie ze zijn, hè, Maren? Nee, hun identiteit is ondanks uitgebreide onderzoeken helaas nooit vastgesteld. Maar toch hebben deze meisjes en vrouwen een moeder of een vader. Misschien hebben ze broers of zussen, buren, collega's. Iemand moet deze meisjes toch missen. Ja, precies. Een van die 22 meisjes en vrouwen is dit meisje. Ze is bekend als het Heulmeisje. In oktober 1976 werd haar lichaam gevonden bij een toenmalig parkeerplaats langs de A12, ter hoogte van Maarsbergen. Nu, bijna 47 jaar later, weten we nog altijd niet hoe ze echt heet, ondanks meerdere uitgebreide politieonderzoeken. Dit is de plek waar oktober 1976 het levenloze lichaam van een meisje werd gevonden. Naakt, bedekt met wat bladeren en takken. Vlakbij parkeerplaats De Heul langs de A12 bij Maarsbergen. Een parkeerplaats die nu niet meer bestaat. Jarenlang denkt de politie te weten wie ze is. Monique Jacobsen. Halverwege de jaren 70 verdwijnt ze van de aardbodem en er lijkt eigenlijk geen twijfel over te bestaan. Het Heulmeisje moet Monique zijn. Maar dan breekt 2006 aan. Na meer dan 30 jaar duikt deze Monique Jacobsen opeens op. Ongedeerd. Ze blijkt in 1976 een nieuw leven te zijn begonnen in Duitsland en neemt pas ruim 3 decennia later contact op met haar familie. Ja, vanaf 2006, toen bleek dat Monique Jacobsen niet het dode meisje van de parkeerplaats was, begon een langdurend onderzoek naar wie het meisje dan wel is. Haar overblijfselen zijn in de loop der jaren meerdere keren opgegraven voor DNA-onderzoek. Daar kwamen allerlei nieuwe inzichten uit voort. Zo denkt men nu dat ze tussen eind jaren 50 en halverwege de jaren 60 is geboren in het gebied van de Eifel in Duitsland. Begin jaren 70 zou ze hebben doorgebracht in Polen of Oekraïne en daarna in Duitsland en Nederland. Nou, de laatste 14 maanden van haar leven heeft ze weinig tot geen gezonde voeding gekregen. En toen ze stierf was ze tussen de 13 en de 20 jaar oud. Maren, ik som nu een heleboel dingen op die in de jaren zijn onderzocht, hè, en ontdekt. Ondanks alles is haar identiteit helaas nooit vast komen te staan. Zoals dit meisje zijn er dus nog 21 in Duitsland, België en Nederland. Hoe hopen jullie nou via deze campagne deze meisjes en vrouwen toch hun naam terug te geven? Nou ja, samen met de collega's van de Belgische en de Duitse politie en met Interpol hebben we dus een website gelanceerd waarop een compleet overzicht is gemaakt van alle informatie die bij de onderzoeken naar elke vrouw is verzameld. Mm-hmm. Het is heel compleet. Je kan echt bij elke zaak zien wat er allemaal al gevonden is. Okay. Nou, wat in deze zaak lastig maakt, is dat die vrouwen vermoedelijk afkomstig zijn uit het buitenland, dus in een ander land dan waar ze gevonden zijn. Mm-hmm. Allemaal erg ver van huis gevonden. En dat is dus ook de reden van de samenwerking tussen de drie landen. Ja, dat klopt. En zo bij het Heulmeisje hebben we echt het vermoeden dat zij bijvoorbeeld uit Duitsland komt. Ja. Nou, we hebben met de Duitse media wel al meerdere keren aandacht gevraagd voor deze zaak. Maar ook dat heeft nooit geleid tot het vaststellen van haar identiteit. En er is ook nooit een melding gemaakt van een Duits meisje dat sinds 1975 of 76 vermist is. Nou, dat er in Maarsbergen een meisje begraven ligt dat door niemand gemist lijkt te worden, is iets wat Melissa de Waard maar niet loslaat. Als meisje van 8 jaar vond zij samen met haar vader het dode meisje bij parkeerplaats De Heul. Nou, wij gingen na het eten nog wel eens, als het een beetje lekker weer was, gingen we een rondje lopen, was er ineens een hele overweldigende geur. Ik liep dus met mijn vader richting van het bos om te kijken of we iets konden vinden. Nou ja, lag er dus een lichaam. Het meisje ligt nu begraven op de algemene begraafplaats in Maren. In een naamloos graf. Het is zo onwerkelijk. Dat je dat zo vlak bij huis, dat je dat aantreft. Ik kan me vooral de lucht nog heel erg herinneren. Hè? Want het was best in verre staat van ontbinding. En ook de manier waarop ze daar lag. Je kon echt zien dat ze echt neergelegd was. Hè? En er lagen nog maar een paar takjes lagen er overheen. Ik wist als kind donders goed wat ik gezien had en wat we gevonden hadden. Maar ja, je bent nog maar een kind en je leven gaat gewoon verder. Pas toen ik ouder werd, en dan
Dan ga je natuurlijk anders denken. En met name toen ik zelf moeder werd. En vooral omdat het nu ook al zo lang geleden is. En we hebben het natuurlijk over een heel jong meisje. Een kind. Wat hier gewoon midden in Nederland, in een klein dorpje, begraven ligt. En waar men al 46 jaar lang, na 46 jaar lang, nog steeds niet weet wie zij is. En ik hoop gewoon dat dit meisje een naam krijgt en dat ze alsnog terug kan naar haar familie. Ja, absoluut, Maren. Wat zou het mooi zijn als het heel meisje, maar ook die andere 21, hè, weer hun naam terugkrijgen. Ja, en daarom nodigen we echt iedereen uit om te gaan kijken op die website van Interpol. Daar is van alle vrouwen informatie te vinden die wij weten. Ja. En bij elke zaak staat een link naar het tipformulier. En denkt u iets te weten, al is het maar zo klein, over een van deze zaken, deel je informatie met de politie. Zo is het. De campagne wordt gesteund door een aantal bekende vrouwen uit Nederland, België en Duitsland. Zij trekken zich het lot van de onbekende vrouwen erg aan en hopen dat ze een naam krijgen. Voor Nederland zijn dat actrice Carice van Houten en zangeres Tien. Mijn naam is Carice van Houten. Ik ben Katrin Müller-Hohenstein. Je m'appelle Axel Reit. Ik ben Regina Halmes. Mijn naam is Veerle Bates. Mijn naam is Tien. Irgendwo auf der Welt müssen diese Frauen familie en vrienden hebben. Brothers and sisters. Vaders en moeders. Vielleicht auch Kinder. Sie verdienen antworten. Alsjeblieft, bekijk de gezichten van deze meisjes. These women's clothes, their rings and necklaces. Zou het jouw verloren vriendin kunnen zijn? Ihre verschwundene cousine, ihre Kollegin. Votre patiënte, votre voisine of votre collègue disparu subitement. You can help them. Sie kunnen ihnen helfen. Vous pouvez les aider. Geef deze vrouwen hun identiteit terug. Laat deze meisjes niet vergeten worden. Op onze website vind je een link naar de website van Interpol met daarop alle informatie over de 22 slachtoffers van wie we dus hopen dat ze hun identiteit terug kunnen krijgen. Heb je nou informatie over de zaak van het hulmeisje, dan kun je bellen met de tiplijn 0800 60 70 of een mailtje sturen naar het cold case team van de politie. Het mailadres staat hier in beeld en vind je ook op onze website.